In deze serie lopen we helemaal van Eindhoven naar Amsterdam. Ja, dat is inderdaad een stukje. 128 kilometer om precies te zijn. We hebben echt elke soort weersomstandigheden meegemaakt. Volgens mij is het... Ja, het is aan het regenen. En het zat zeker niet altijd mee. Pijn, strompelen, op een gegeven moment gewoon geen gevoel meer in je voeten hebben. Het hoort er allemaal bij. Ik heb het oprecht echt nog nooit zo erg gehad. Ik zweer het je. Maar het was bovendien wel een heel bijzonder avontuur. Zo ging het bijna fout met oversteken. Okay, steek je snel erover. Oh. Hebben we veel aardige mensen ontmoet. Helemaal top. Ik wens je nog een hele fijne dag en succes met boodschappen. Ja, en jullie. Kijk eens. Camera. En ben ik zelfs met kijkers op de foto's geweest. Super vet was dat trouwens. Ik zweet wel, dus ik stink ook een beetje. Ja, We moesten hele lange stukken door het donker lopen op zoek naar een slaapplek. Ik snap niet hoe ik überhaupt nog een lach op mijn gezicht heb. We hebben dit gedaan in 3 dagen en man, wat was dit een ervaring. Ik ben blij dat ik het met jullie kan delen. Ik zou zeggen, druk op die abonneerknop, druk op die like en geniet van dag 3. Elke keer als we stoppen, doet het zo ontiegelijk veel pijn. Goedemorgen Utrecht. Het is vandaag begin van dag 3, laatste 40 kilometer. Echt, toen ik vanmorgen opstond, mijn knie, die deed ontzettend veel pijn. Maar ik denk als we onszelf een beetje warm lopen... Dat het wel moet werken. Timothy is hier even zijn tas aan het vullen met water. Ja, daar zit een zak in. Niet dat je denkt dat hij allemaal water in zijn tas gooit. Drinkzak, zodat je gewoon chill kan drinken. De laatste 40 kilometer naar Amsterdam. Ik zeg go. Nou, naar de super... Nou, Menno, joh. Hallo, wat een goeiedag, wat een toeval. Nou, jullie zijn helemaal tegen. Hey, nogmaals bedankt. Nou, geen probleem. Was het genoegen? Ja. Graag voor jullie. Hey, de groeten. Ik wens jullie nog succes, hè? Ja. Dankjewel. Fijne dag, hè? Doei, Menno. Doei. Super chill, dit hoor. Hey, de zon begint wel weer te schijnen. Het regent namelijk. Beetje jammer, maar we doen onze regenhoes om de tas heen en dan moet het hopelijk goed komen. Ik heb geen regenjas bij, dus kan ik er beter geen aan doen, anders wordt het super zwaar allemaal. De zon begint scherp. Nou, we gaan maar gewoon aanlopen en dan zien we het vanzelf wel. Ik denk dat het slimste is om nu te doen. Ja? Oké, jij doet je tas om, ik pak mijn tas en we gaan. Ja joh, doe deze trap er ook nog maar bij. Ik heb al blaren totdat het bijna niet meer kan, maar goed. Het gaat helemaal goed. Kijk, nu moeten we deze brug over, nog een woonwijk heen. En dan is het dikke 35 kilometer langs het kanaal naar onze prachtige hoofdstad Amsterdam. Oké mensen, het geluid kan misschien wat minder zijn. Ik weet het niet, maar ik film nu op mijn iPhone. De camera heb ik even weggelegd, want het begint te regenen. Wie had dat verwacht? Kijk, zo. Er komt zo meteen een piek om, hoe laat kan die? Hier een moment. Ik denk dat we nu in de piek gaan. Ik heb helaas geen regenjas bij. Ik was er al bang voor. Echt, de hel breekt los nu. De hel breekt letterlijk los. Het is echt, we lopen langs het kanaal. Echt nog de komende 35 kilometer zeker. Ik heb wel een jas bij, die kan ik aantrekken. Alleen het ding is een beetje, het is geen regenjas. Dus die zuist zich helemaal vol met water. En dan heb ik er uiteindelijk niks aan. Het begint gewoon langzaam erger te worden hier. Het water, dat is echt hard aan het golven. Maar we komen er wel. Zelfs mijn camera zit onder het water. Maar het is goed. Het is tot nu toe nog te doen. Alleen hoop ik niet dat ik drijfnat de hele tocht moet gaan lopen. Dat het gewoon niet meer moet schuren ertegen. Dat vind ik allemaal prima. Ik heb het oprecht echt nog nooit zo erg gehad, ik zweer het je. Ja, ik voel die teen niet meer. Nou kijk, het is beter dat je hem niet meer voelt. Weet je, dan sterft hij vanzelf gewoon af, maar dan voel ik hem in ieder geval niet meer. We zijn nog geen 30 meter van het bushokje af. En het begint weer te regenen. Maar we laten ons natuurlijk niet uit het veld slaan. Het is alleen wel zo dat we nu gewoon de komende 30 kilometer gewoon door moeten karren. Met onze voeten, want elke keer als we stoppen, doet het zo ontiegelijk veel pijn. En dat wil ik niet meer. Dat wil Timothy ook niet meer. Daar zijn we gewoon een beetje klaar mee. En dan vraag je natuurlijk af, why not? Nou,
Ik zal je vertellen, why not? Gewoon omdat het pijn doet. Hard. Mag ik nog wat nootjes? Oké, wij zaten hier dus en ik ga even een voice-over doen omdat de wind gewoon te hard was. Ik zat wat nootjes te eten en het ging er zeg maar over hoe lang we nog precies moesten lopen. En eigenlijk moest Timothy naar de wc toe en we kwamen bij dit vage huisfeest. Het was een hele rare man die de deur open deed, maar goed, hij is naar de wc gekunnen. En uiteindelijk zie je hier mij tegen een boom aan staan. Ik had echt heel veel pijn. Na deze, wat was het, 105 kilometer volgens mij dat we er op een gegeven moment op hadden zitten, deed het gewoon echt super veel pijn. Ik wou er even een update voor geven. Ik kon op een gegeven moment niet meer, want mijn knieschijf die was gewoon alsof die scheef was gaan zitten of zo. Ik moest de hele tijd strompelen en ik moest mezelf gewoon vooruit proberen te trekken. Het ging gewoon echt niet meer. Als je goed naar mijn gezicht kijkt, dan zie je gewoon de pijn in mijn gezicht. We waren hier tevens wel bijna in Amsterdam. Nou ja, bijna alsnog 3 uur. Maar we gingen de avond in en dan wordt het alleen maar lastiger. Oké, mensen, na 11 uur te hebben gelopen vandaag, mijn knie die niet meewerkt, ik heb het laatste stuk gewoon mee moeten dragen, zijn we bij een boer achterop en achter, hier achterdoor kunnen we als het goed is ergens slapen op een veldje. Ik weet niet waar de lens is, daar is de lens, maar we zijn in Amsterdam. Ik neem jullie morgen nog heel even mee de stad in en ik laat jullie even zien waar we de tent op gaan zetten, maar het is gelukt. Het is gewoon gelukt om van Eindhoven naar Amsterdam te lopen. 128 kilometer. Okay. Even kijken hierheen. Timothy gaat de tent opzetten. We zitten hier op dit plekje. Boompjes staan hier. Daar al direct is het spoor. Ik ben helemaal gesloopt. Ik weet niet hoe het met jou zit, Timothy. Zie je, er komen niet woorden meer uit zo ergens. Nou mensen, we liggen in de tent. Het is tijd om te slapen. Het was een enorm lange tocht. Morgen gaan we nog even de stad in en dan sluit ik morgen de video af. Dus dat zien jullie zo meteen. Maar wij gaan nu slapen en hopen dat mijn benen morgen überhaupt nog kunnen lopen. Slaap lekker. Goedemorgen beste mensen, wij zijn opgestaan. Tent staat daar en ik heb even het regenzeiltje eraf gehaald. Ja, we hebben eigenlijk sinds gistermiddag niks meer gegeten. En vanavond, of ja, gisternacht, avond ook niet meer. Dus wij gaan even wat eten scoren in de stad. Anders vallen we om. Nou mensen, we zijn aangekomen in Amsterdam zoals je ziet. We staan hier bij de Dam. Het was een zware tocht. Bloed, zweet, we hebben gelacht, we hebben gehuild. We hebben een stukje niks tegen elkaar gezegd omdat het gewoon mentaal niet meer te doen was. Maar we zijn er eindelijk gekomen. Het is nu tijd om te eten, want ja, op zich, zoals ik al zei, hebben we best wel honger. Er komen nog wat leuke shots aan van Amsterdam, maar dit was het dan. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video's, deze drie. Delige serie. Vond je het leuk? Zou ik zeggen abonneer. En vond je het nog leuker? Zou ik zeggen like. En geniet nog even van Amsterdam. Dankjewel voor het kijken.